Joost Sterk, staan we een middelvinger op een camera? Ja, ik weet niet wie dit is, dus hallo! Ja, dat begin ik altijd, Mike. Hey? Eerst de middelvinger! En daarna zullen we ons weer. Klussen, dat is even verbiegsel, even de... Oh, bliksem, ik zit middel op stand, jong. Hoppakee, nou is beter. Nou, het klussen laten we even voor het geweest is. We zullen even naar het Lentebierenfestival in Libanon. Wat is er trouwens, Rick? Kijk, ik reed de stoep, hè? Ik heb het introduceren het heel vaak meestal, maar nou even wel. Dit is namelijk Jon Jelle die hier naast me zit, die het ontrieden is. Jon Jelle had de website, de regionale website, waldnet.nl. Ja, dat klopt helemaal. Zullen we naar het wapen? Ja, we gaan naar het wapen. Dat werkt zo heel... Oh, is voor mij. En we nemen gewoon eerst als eerste even om even in te pilsen, nemen we gewoon even een simpele Heineken. We zongen gewoon lekker in te pilsen. Oh. Nou, dat hebben we een lekker tornadootje bij het wapen van Leeuwarden. Ik ben gewoon helemaal klaar om een lekker bij het bierfestival en een lekkere peer, lekkere Friese bieren te nuttigen. Maar ik vraag me eens af, wat is nou eigenlijk het beste Friese bierke wat je drinken kan? Juist. Zo, we hebben boekjes, we kunnen dingen opschrijven, we kunnen drinken, we hebben muntjes. Let's go! Waar had het beste Friese bierke? En degene die het Friese bierke had, die krijgt een prijs. En die prijs zal ik nou even pakken. Hallo. Jij wordt wel. Een bosje bloemen van ons. Nou, wat is het beste bier van Friesland? Even denken, ja. Dat maakt het bier wel moeilijk bij. De Kornkletske Triple, die vind ik bijvoorbeeld een van mijn favorieten. Maar je gaat nou ook, ja, dat is vers van de pers. Is de... Nou, oh, nou nee, ja. Wat ja. Kan maar hier zijn? Nee, nou, dan wordt het de Kornkletske Triple. Ja, hierbij getekend. Ja. Oh, maar die hak ik wel eens om, bij de Jippening toen. Ja, maar... ja, ik herken hem direct. Wat is het beste bier van Friesland zonder uw eigen bier te nemen? Ik denk het Dokwerker. Dokwerker? Ja. Van Uit Haas? Ik denk van Gerard, ja. Tenminste van mij. Mm. Je bent trouwens wel in de auto, hè? Dus doe maar ja. Dat bier of snel als meteen bij midden in je. Ja. De ene bier is echt een zeer lelijk in de prijs, hè? Dat gebeurt op hier, hè? Ja. Ja. Dat is het lekkerste bier. Ja, ja. Ja. Ik weet maar mijn eigen vergelijking zeker, maar ik vind min natuurlijk veel beter. Maar ja. En Maat Zwart van Noorderdracht, die is ook heel lekker. Ja, maar hier. Wat een streng is. In je bier is in je bier. Ja, die Maat Zwart vind ik wel lekker, ja. Ja, zeker. Ja, en dat betrouwbaar. Wat wordt het nou? Ziet ze? Want je zat vol. Wat wordt het? Maat Zwart? Ja, dat is wel een Maat Zwart. Ik kijk. Is het een liedje? Een brokje? De laatste drip. De laatste drip van de brouw. Nee, door de dracht, dan haast ik deel de tweede plakken. Dat is Brouwdokken, dat is Bergenbeerstraat. Ja, maar de Ian bierke gaan we het best is. Mijn favoriete Friese bierke. Mijn favoriete Friese bierke? Nou, ben je zelf. Ja, maar die ja, dat ben je zelf. In ja. Je marketing. Brouwdok. Brouwdok en welke dan? Dokwerken. Wat is de beste muziek buiten de Dire Straits song? Ja. Wat ik nu drink, is het lekkerste bier wat ik op dit moment heb. De Maat Zwart, ik denk de keuze van hoppen en de selectie van gebrande mouten die erin zit. De lekkere oordronk, daar is toch een slokje neemt, dat steeds van godverdomme, ik wil nou een slok hebben. Maar is er mijn pimmel op de nemen? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Hier wat erop. Valt het dan maar op, hè? Ja, joh. We maken niks meer. Ja, doe me dan maar een biertje van Noorderdracht, absoluut. Ja, welke dan? Maat Zwart. Ja, de Maat Zwart dan. Ja? Wie je nou het Boske Blom onbieren? Van Hette, Lokweenske. Dag, hallo. Is de Blom, haar kok vanmorgen. Ja. Bij de bloemensnijder hier in Ljouw. Oké, okay, en Jo had de prijs won van het beste bierke van Friesland. Kezen voor de Friese brouwers. Nou, werken al, dat is heel goed om te hebben. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft, dit tulpen, dit voor jou. Is goed, ik neem ze mij in de hoes. Ik jou ze terug aan mijn vrouw, want die had er gewoon heel goed op zijn eerste in. Ja. En, maar goed nice op de hand dat we inderdaad die Maat Zwart als beste bierke van de brouwers hadden. Leuk is jongenast. Tot de volgende keer weer. En
like de video. Door en abonneren. Hak ze gek wel zijn, hè? Ja, dan valt in de herhaling, hè? Ik val er in de herhaling. Merk je het zelf? Ah, ja, ik merk het zelf ook wel. Op, hè? Ik heb een biertje zo, jongen.